Welcome, good to have you here. Nou, je gaat waarschijnlijk al genoeg Engels horen tijdens dit spreekuur, dus ik schakel even over naar Nederlands. Want het is namelijk het eindexamen spreekuur Engels voor basisleerlingen. Ik heb een paar cijfers voor je op een rijtje. Je gaat dat examen maken met 14.000 anderen. En Engels is de taal met de meeste woorden, 750.000. Heb je in principe nu niks aan, hoef je natuurlijk niet allemaal te leren. Maar wat je wel moet leren, dat gaan we aan je docenten vragen. En onze eerste topdocent van vandaag is Hetim. Die herken je denk ik wel, want je zit veel op TikTok, je maakt veel video's. Yes. Merk je nou dat je met die video's ook wat meer mensen of meer jongeren bijvoorbeeld een beetje hype maakt voor Engels, voor het vak Engels? Of is het vooral dat ze jou gewoon heel tof vinden? Ik krijg af en toe wel leuke reacties met al was hij maar mijn Engels leraar. Yeah. Wat wel grappig is, want in mijn video's geef ik dus niet heel vaak uitleg. Nee. Maar het zijn wel leuke complimenten en als leerlingen denken dat ze zo'n leukere tijd op school hebben, dan is het voor mij een win. Ja, precies. Dat is dan wel goed. Wat is nou bij jou het belangrijkste doel voor vandaag tijdens dit spreekuur? Ik hoop dat nadat de mensen dit hebben bekeken, dat ze zich een heel stuk meer zelfverzekerd voelen om het eindexamen in te gaan. En dat ze weten wat hun te wachten staat. Ja. Want ik denk dat dat de halve reden is waarom mensen bang zijn voor het eindexamen. Ja, precies. Gewoon heel zenuwachtig. Goeie, dat ga je natuurlijk niet alleen doen. Dat ga je doen samen met Masha, die hier ook staat te wachten. Hoe gaat het met jou? Prima, het is een drukke periode door de rapportvergaderingen, maar we zijn er. Nu ben je fijn dat je het in die tijd toch nog tijd vrij wil maken voor iedereen. Ik had het net over die 750.000 woorden, echt superveel zijn dat er. Welk Engels woord hoor jij nou in de klas vaak voorbij komen? Geen scheldwoorden, natuurlijk. Nee, leerlingen gebruiken heel vaak amazing. Ja? Amazing. Je ook meteen met die ogen erbij. Alleen dat, alleen amazing of awesome. Oh, everything is awesome. Maar er zijn heel veel synoniemen voor goede dingen. Ja, maar dat is best wel positief, ja, toch? Ja, tuurlijk. Okay, top. Dankjewel. We gaan naar de kijkersvraag, die komt van Maud. En zij vraagt zich af, is grammatica nou eigenlijk belangrijk voor op het examen? Hetim, vertel. Ja, nou, voor het eindexamen Engels is dus grammatica niet superbelangrijk. Grammatica krijgen we wel nog in de lessen. Je krijgt wel toetsen over. Dus omdat dat dus de bouwstenen zijn voor je eindexamen. Maar we gaan wel even in op hoe het eindexamen er dan wel uitziet. En hoe het eindexamen eruit ziet, belangrijk is natuurlijk hoeveel tijd heb je. Je hebt dus 60 minuten voor heel je eindexamen. Het zal dus gemaakt worden in facet, online. En er zit een hele belangrijke functie bij die mensen toch wel vaak vergeten, namelijk de markeeroptie. We gaan dadelijk nog heel even dieper in wat de voordelen daarvan zijn. Je eindexamen, zoals ik al net zei, zal dus bestaan uit een deel kijken en luisteren en ook een deel lezen. Het zal dus een afwisseling zijn tussen die twee. Dus again, geen grammatica. Het luisteren is dus ook belangrijk. Sommige vragen zullen dus geen video bij zitten, maar alleen een fragment waarbij je moet luisteren. Alle vragen zijn dus ook gewoon gelukkig in het Nederlands. Maar natuurlijk zullen de tekst en fragmenten wel in het Engels zijn. Ook de soort vragen die gesteld kunnen worden met jouw eindexamen Engels. Er zijn eigenlijk een paar categorieën. De meest voorkomende is dus meer keuzevragen. Dus daar heb je dan meestal 3 of 4 opties om te kiezen wat jij nou denkt dat het beste antwoord is. Zoals je hier nu ziet bij deze voorbeeldvraag, hebben we dus een vraag in het Nederlands en hebben we 3 opties. En dan moeten wij dus erachter komen welke nou het beste past bij deze vraag. Een ander voorbeeld van een soort vraag dat je kan krijgen is dus een juist-onjuist vraag. Zoals je hier kan zien hebben we dus 4 statements. En dan moet jij dus eigenlijk per statement zeggen of die nou wel klopt of niet klopt. En dit is ook een kwestie van, want hier is 50-50 kans, maar het is toch wel echt een trucje om erachter te komen hoe je deze vraag nou het beste kan doen. En de laatste categorie is dus een wel of niet soort vraag. En dat lijkt heel erg op de juist-onjuiste vraag, maar dit is dus de vraag van geef bij elke bewering aan of die wel of niet genoemd wordt in de linia 3 en 4. En dan moet jij alleen zeggen of dat wel of niet in die linia's terugkomt. Dankjewel. Waar zie je nou vaak dat het vaakst misgaat of dat leerlingen misschien meer twijfelen bij wat voor soort vragen? Ik denk wel bij de juist-onjuiste vragen, omdat je er dan 4 onder elkaar hebt. En ik merk toch echt heel vaak aan mijn leerlingen dat als ze bijvoorbeeld 3 keer juist hebben gedaan, dan denk ik van ja, maar die 4 die kan dan niet ook juist zijn. Maar dat is niet echt zo, toch? Het is toch vaak echt wel gewoon heel random? Heel random. Is het, toch? Het kan 4 keer onjuist zijn, 4 keer juist, 6 keer achter elkaar B. Ja. Gewoon zolang je zeker bent van je antwoord, hoef je geen zorgen te maken om hoe vaak je nou B of C of wat dan ook hebt. Nee, niet jezelf door de letter fashion. Check, dankjewel. Dan gaan we naar Marcia, die gaat meer vertellen over strategieën.
Er zijn twee verschillende soorten onderwerpen die we gaan doen, namelijk kijken en luisteren en lezen. We gaan even beginnen over het kijken en luisteren. Er zijn een heleboel dingen waar je op moet letten. En het eerste is, je luistert naar de introductie. Ook als er geen vraag bij staat. Zo belangrijk. Misschien denk je, oh, ik moet snel. Oh, ik ga hier niet naar luisteren, dan staat er geen vraag bij. Er is altijd belangrijke informatie die je gewoon niet kan missen. Kijk ernaar, oriënteer je op het onderwerp en dan ga je door. Nou, wat doe je dan? Bam. Ja. Naar achter, Ben. I guess we'll never know. Okay. Lees de vraag en de antwoordoptie en markeer de sleutelwoorden. In elke antwoord en in elke vraag staan de belangrijkste woorden. De kern van het antwoord en de kern van de vraag. Alleen door die te markeren kun je tijd winnen. Dan weet je precies wat is belangrijk. Daarna luister je naar het fragment en ga je zoeken naar de sleutelwoorden die in de vraag staan. En dan kies je het antwoord. Heel simpel. Next. Lezen. Veel leuker. Veel interessanter. Ik hoor je nu denken, nee. Maar je scant eerst de tekst. Je gaat kijken, hoe heet de tekst? Staan er tussenkopjes bij? Is die lang? Is die kort? Staan er plaatjes bij? Daarna lees je goed de eerste vraag en de antwoordopties. En dan ga je weer de sleutelwoorden markeren. Wat willen ze nou weten? Dat is het belangrijkst. Anders ga je kijken naar informatie die helemaal niet relevant is. Wat willen ze weten? Dan ga je zoeken in de tekst wat het antwoord is op de vraag. En het antwoord moet je uit de tekst halen. Ook als je zelf weet dat iets in de tekst misschien niet helemaal klopt. Het antwoord moet je uit de tekst halen. En uiteindelijk kies je dan het juiste antwoord. Dankjewel, Marcia. Dan gaan we nu naar de oefenvragen. Mogen jullie wisselen? Top. Dan gaan we beginnen met de eerste kijk- en luistervraag. Eerst vraag. We gaan dus eerst lezen en dan gaan we ook even naar de opties kijken voordat we ook maar op play drukken. Dus waarover krijgen de leerlingen van de William E. Cattle School voorlichting? Optie A. Het belang van het volgen van verkeersregels. B. Het gevaar van onoplettende jonge automobilisten. Of C. Het voordeel van de jonge leeftijd autorijlessen nemen. Dan gaan we even eerst markeren. Dus waarover krijgen de leerlingen van de William E. Cattle School voorlichting? Dus waarover, dat is een belangrijke. En voorlichting. Dus dat is nu het doel. Dat is waar we nu achter moeten komen in dit fragment. Zou dus optie A moeten zijn als het dus gaat over het volgen van verkeersregels. Dus als daar de voorlichting over gaat. Het zou optie B zijn als het gaat over het gevaar van onoplettende jonge automobilisten. En het zou C zijn als het gaat over het voordeel van op jonge leeftijd autorijlessen nemen. Dus nu weten we waar we naar moeten luisteren. De belangrijkste reden waarom we dit dus doen is om ervoor te zorgen dat we dus van deze luisteropdracht meer een zoekopdracht maken dan een onthoudopdracht. Want als jij na één keer luistert van dit fragment pas de vraag gaat lezen of de opties, dan gaat het meer een vraag zijn van hoe goed heb jij nou het fragment onthouden, in plaats van hoe goed heb je dit fragment nou begrepen. Dus dat is een heel belangrijk verschil waarom markeren en goed lezen belangrijk is van tevoren. Gaan we even samen luisteren. This is Tuckahoe High School. Like all high schools across the country, every year a lot of the students here become new drivers. And that causes concerns down the block at the William E. Cottle Elementary School. And that's why this assistant principal is visiting the fifth grade classes. We have high school students that drive up and down this street and this neighborhood all the time, right? There's a good chance some of them are driving in the neighborhood while texting or on the phone, okay? And if people who are on the road are texting, what can happen? Vincent. They can hit you, right? Oké, dus dat was het fragment. Dus we wisten eigenlijk al waarover het ging. Op de school, William E. Cattle School, zou er een voorlichting gegeven worden. En het had iets met verkeer te maken. Dat konden we ook uit de opties halen. Optie A, het belang van het volgen van verkeersregels. Nou, het gaat over verkeersregels. Maar er wordt niet echt gezegd van tegen de leerling dat het dus belangrijk is dat ze die regels volgen. Het wordt verteld over young high school students. Die dus, that might be texting while driving.
Dus die A is nog te breed, te vaag. Gaan we kijken naar B. Het gevaar van onoplettende jonge automobilisten. Nou, ze hebben het dus over het gevaar, dus texting while driving. Ze hebben het over de onoplettende jonge automobilisten, de high school students. Dus B is een goede kandidaat, maar we gaan ook nog alsnog optie C checken. Dus ook al ben je haast zeker van B, ga alsnog wel de andere af. Het voordeel van op jonge leeftijd autorijlessen nemen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb persoonlijk niet echt iets gehoord in het fragment waardoor ik dacht dat deze kinderen die in deze klas zaten al autorijles kregen. Of dat de meneer hun vertelde dat het een goed idee was voor ze. Dus daarom gaan wij voor optie B bij deze vraag. Dan gaan we weer wisselen, want Masha gaat ons nog meer met ons oefenen eigenlijk. All right, dan gaan we beginnen met oefenvraag 1 voorlezen. Deze heet Bath Benefits. Misschien weet je niet wat een bath is, ik hoop het wel. Maar je kan dat even kijken en dan denk je, misschien is dat het wel. Misschien weet je niet wat benefits zijn, maar dat is ook niet altijd belangrijk. Dus laten we dat even achterwege houden. Laten we eerst de vraag lezen. Sleep het juiste tussenkopje boven elke alinea. De tussenkopjes waar je uit kan kiezen is feeling clean, helping to fall asleep en reducing cold symptoms. Gaan we de eerste alinea lezen. We zien hier zo dat daar een leeg plekje is. Hier en hier, dus daar moet iets tussen. Do you know the healing powers of a long hot soak? Let's find out. Sweating is your body's natural way of cleansing. Hot water opens the pores, causing you to sweat and release toxins, which result in a fresh and sparkling skin. Fresh and sparkling. Dat klinkt voor mij als clean. Dus ik denk dan feeling clean. Gaan we door naar de volgende. Similarly, the heat opens the nasal passages and relieves obstruction by reducing inflammation. Hele hoop moeilijke woorden. Hoef je niet allemaal te kennen. The steam created clear sinuses and chest, helping you to breathe more easily. Ik ga ervan uit dat je weet wat breathing is, ademen. En als we kijken naar de opties, reducing cold symptoms of helping to fall asleep. Een cold is een verkoudheid. Als je verkouden bent kun je vaak niet goed ademen. Dus dan denk ik reducing cold symptoms. Dus dan zou ik die daar neerzetten. Dan blijft er nog één over. Die ga je niet meteen daar knallen en door. Je gaat altijd wel even nog checken. You never know. A relaxing bath will reduce brain activity while the gradual drop in the body temperature that only that one experiences after a hot bath can also affect how quickly you doze off. Het gaat over relaxen, to doze off. Dat gaat dan over slapen. Dus helping to fall asleep. Zetten we daar neer en dan gaan we pas door naar de volgende oefenvraag. Googly fish eyes. Zien hier een vis met een googly eye? Dat is zo'n plastic plakoog. Nou, vaag. Waarom werd een viswinkel in Kuwait door de overheid gesloten? Of de eigenaar had geprobeerd klanten voor de gek te houden, rare foto's op social media geplaatst, of zijn klanten illegaal gevangen vis verkocht? Nou, dan gaan we even kijken. Wat moeten we precies zoeken? Waar moeten we naar kijken? Gaan we wat markeren? We moeten erachter komen waarom de viswinkel door de overheid is gesloten. Dus de viswinkel door de overheid gesloten en waarom? Waarom is dat? Daar moeten we achter komen. De eigenaar had geprobeerd klanten voor de gek te houden, rare foto's op social media geplaatst of zijn klanten illegaal gevangen vis verkocht. Even denken, welke zijn belangrijk? Klanten voor de gek houden zou ik markeren. Rare foto's op social media, dan zou ik woep zo. En klanten illegaal gevangen vis verkocht, dan zou ik illegaal gevangen vis verkocht. Gaan we zoeken. Laten we lezen. Buying a fish for dinner tonight, one of the easiest ways to check if it's a fresh catch is to look at the eyes. Leren we ook nog eens wat. They should be clear and bulging with dark pupils, says the Michelin guide. One fish for sale in Kuwait, however, had a pair of lookers that were just a bit too bright. Local newspaper Aibayan reported. In fact, close-up photos showed that the fish had clear plastic googly eyes stuck on top of its own eyes, which were in fact cloudy. And the woman who bought the fish only realized that she was deceived when she was cleaning it at home. As with all funny photos, dus we horen hier funny photos, denk je, misschien gaat het over grappige, rare foto's plaatsen.
The fish's pictures spread like wildfire on social media and caused laughter worldwide. Shortly after the tweet of the fish went viral online, the Kuwait shop was shut down by the authorities for trying to deceive customers. Die laatste zin is de sleutelzin van dit hele stukje tekst. The Kuwait shop was shut down by authorities, door autoriteiten, door de overheid, for trying to deceive customers. To deceive is voor de gek houden, iemand voorliegen. En dus de reden dat die is gesloten door de overheid, is omdat de klanten probeerden voor de gek te houden. De social media foto's zijn niet geplaatst door de winkel zelf, maar door de mensen die de vis hadden gekocht. En de klanten illegaal gevangen vis wordt nergens genoemd. Dus het is de eerste, geprobeerd klanten voor de gek te houden. Dankjewel, Masha. En als je nou, want je zei het net al, een beetje bij dat badverhaal. Als je nou een paar woorden hebt, moeilijke woorden hebt, moet je dan alles gaan vertalen? Of hoe zou je dat aanpakken? Nee, je hoeft zeker niet alles te vertalen, bij lange na niet zelfs. De driekwart van de woorden die erin komen, die zijn niet relevant. Er zijn een hele hoop woorden die je ook niet gaat kennen en dat geeft niet. Het gaat erom dat je de woorden die in de vraag staan wel kent en de sleutelwoorden die daarbij horen kennen. En je gaat geheid woorden tegenkomen, ook in de vragen die je niet kent. Belangrijk is dat je er niet op vastloopt en gewoon doorgaat. Ja, precies. Goeie. Dankjewel. Gaan we verder naar luisteren met Hetim. Top. Gaan we door naar de volgende kijk- en luistervraag. Gaan we eigenlijk weer hetzelfde doen zoals we bij de eerste hebben gedaan. Gaan we weer eerst duidelijk de vraag lezen en de opties die we hebben. Welke mogelijke oorzaak voor een auto-ongeluk noemen de leerlingen? Dus, mogelijke oorzaak voor een auto-ongeluk. En de leerlingen moeten die noemen. En dan hebben we dus tijdens het rijden iets van de achterbank pakken. Dus achterbank pakken, met iemand telefoneren. Dus zou deze optie moeten zijn als het gevaar dus tijdens het rijden telefoneren is. Of muziek luisteren. Maar het moet wel echt, dus echt tijdens het rijden zijn. Het voordeel hiervan, van het markeren en het goed doornemen voordat we het fragment afspelen, is dus ook dat we al een idee hebben van waar het fragment over zal gaan. Normaal gesproken ga je best wel blind erin. Maar nu weten we in ieder geval wat de onderwerpen ongeveer kunnen gaan. En zo ben je iets meer voorbereid voor een fragment wat je als het goed is nog nooit eerder hebt gehoord. Gaan we even samen luisteren. We chose to make this recipes for disaster because, well, we were kind of aiming for it to be almost like a cookbook. Ingredients for big car crashes are eating while driving, drinking before or while driving, texting while driving, reaching into the back while driving, waving to a friend while driving, or messing with the radio while driving. Oké, dus hier zijn al eigenlijk twee instinkers te vinden. Er worden een paar dingen opgenoemd, dus dat is een recipe for a car crash. Er wordt dus benoemd, while texting someone. En dan kan ik het snappen als je denkt van oké, dus dan hebben we optie B nodig, telefoneren. Maar er is echt een duidelijk verschil tussen naar iemand bericht sturen en met iemand telefoneren. Dus dat is instinker nummer 1. Instinker nummer 2, messing with the radio. Dus dat betekent naar muziek luisteren. Dat is dus een recipe voor a car crash. Maar dat is het ook niet. Dat is dus ook een instinker. Er wordt niet gezegd dat naar muziek luisteren het risico is. Maar wat wel wordt genoemd is reaching in the back. Dus dan weten we iets van de achterbank pakken. En dan weten we dus dat het optie A moet zijn. En nu heb ik het in één keer gedaan, maar het verschil tussen kijken, luisteren en lezen is iets moeilijker om natuurlijk bepaalde woorden te vertalen. Dus maak je ook echt geen zorgen als je video's meerdere keren moet afspelen. Je hebt meer dan genoeg tijd om dat te doen, zolang je maar zeker bent van je antwoord. Oh, ik dacht dat nog vraag kwam, sorry. Masha, kom er weer bij, dan gaan we weer verder. Gaan we door naar nog twee leesvragen. Een interview met Zac Efron, die kennen we allemaal wel. Welke bewering over Zac Efron is waar volgens alinea 1? Wat er nu gelijk moet gebeuren in jouw hoofd is er staat alinea 1, dus je gaat alleen kijken naar alinea 1. Al het andere ga je niet naar kijken, want je moet iets uit alinea 1 halen. Alleen daar naar kijken. Dus, hij heeft of net een huis gekocht,
Hij maakt graag verre reizen of hij wil later schrijver worden. Niet iedereen bang maken. Dit gaat zo vaak fout. Passie. Alleen jij. Dus hij heeft net een huis gekocht. Maakt graag verre reizen of hij wil later schrijver worden. Gaan we kijken naar alinea 1. Your character starts off as 37 years old in this movie. Where do you see yourself at 37? En dan zegt hij, I don't even want to imagine where I'm going to be at the age of 37. I have no idea. I don't even know what I'm going to do tomorrow. I'm pretty sure I could be in a million places. I could be an adventurer, discovering new places and writing books about that. Dus we zien nu al, het gaat over avonturen, dat hij zou kunnen schrijven. Maar er wordt hier nergens beschreven dat hij graag wil reizen of dat hij graag schrijver wil worden. Dus dat is nog niet genoemd. At the same time, I could be an accountant, sitting behind a desk all day. Haha, at the moment, I've just bought my first place. I've just bought, verleden tijd van buy, kopen, my first place, diens eerste plek, eerste huis. Clue. So I don't have any furniture yet. I sleep on an air mattress on the floor. I've got absolutely nothing. I'm loving it though. It's a big step to own something like that. Dus het gaat weer over to own something. Een eigendom, iets hebben. Dus het antwoord is de eerste. Hij heeft net een huis gekocht. Gaan we door naar de volgende. Gaat nog steeds over dezelfde tekst. Weer over Zac Efron. Zac werd op school niet gepest. Kijk in alinea 5. Alinea 5 staat al voor je gemarkeerd, dus je weet alleen die waaruit dit blijkt. Je gaat dus één zin aanklikken waaruit blijkt dat hij niet werd gepest. Did anyone ever bully you? Bullying is the one thing I hate in human nature. I wasn't necessarily the subject of bullying at high school, but I've witnessed it a whole lot. It doesn't stop happening when you leave school. It can happen with adults too. There have been a couple of times where I've been out with my younger brother and some grown-up has said a couple of words to him that were not nice. Of course, the internet is also a place where people bully each other a lot. I'm often shocked by people's comments and reactions on Twitter. I always try to stay clear of what kind of behaviors of that kind of behavior myself. Hij werd op school niet gepest, dus dan gaan we sowieso kijken over waar staat iets over school. I wasn't necessarily the subject of bullying at high school. The subject of bullying is de persoon die wordt gepest. And he was not the subject of bullying. Dus dan is dat de zin waaruit blijkt dat hij niet werd gepest. Dankjewel Marcia voor de strenge toespraak. Ook mogen jullie weer wisselen van plek. Top. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Hetzelfde thema, pesten. Gaan we samen kijken weer naar de vraag en wat opties zijn, zodat we weer lekker kunnen markeren. Waarom werd Ronnie gepest? Dus Ronnie die gepest wordt. Wij zoeken naar de reden. Dus het fragment zal in ieder geval deels gaan over Ronnie en over pesten. Dus werd Ronnie gepest omdat hij aardig was voor iedereen? Dus aardig voor iedereen. Omdat hij slechte cijfers haalde. Dus slechte cijfers, is dat de reden waarom hij gepest werd? Of werd Ronnie gepest omdat hij zijn best deed op school? Dus zijn best deed op school. Die gaan we gewoon helemaal markeren. Gaan we even samen kijken. The golden rule of life is to treat others the way that you want to be treated. Singer Taylor Swift, Olympic swimmer Michael Phelps, and even rapper Eminem have admitted to being bullied as kids. And they're not alone. Most of us have been pushed around by a bully. Up until sixth grade, it was just like, I love school. That's when some of Ronnie's friends decided it wasn't cool to be smart. They started making fun of him for raising his hand in class. Ronnie stopped participating in class, and his grades fell from A's to B's. I was trying to kind of do poorly on purpose, I guess. Okay. Dat was fragment. Hebben we weer een instinker te pakken. Dus waarom werd Ronnie gepest? Omdat hij aardig was voor iedereen. Nou, er wordt niet echt iets over gezegd over hoe aardig Ronnie nou eigenlijk was. Omdat hij slechte cijfers haalde. Er wordt wel iets in het fragment gezegd over dat hij slechte cijfers haalde. Maar
De vraag is, werd hij daardoor gepest? Het antwoord is nee. Dat is niet waarom hij werd gepest. Maar omdat hij zijn best deed op school. Dus his friends decided it was not cool to participate in school. Dat is wat er wordt gezegd in het fragment. Dus dat betekent dat dat de reden is dat hij gepest werd. En daarom weten we dat het optie C moet zijn. Dat is niet tof. Nee. Dat is niet tof. Nee. Mogen jullie ervan plek wisselen? Dankjewel. Nieuwe leesvraag, nieuwe kansen. Wat kan Olly al na de eerste week in het opvangcentrum volgens alinea 3? De titel is Olly the Osprey. Ik denk dat dat deze vogel hier is. Nou, wat kan die al? Lopen zonder om te vallen, uit de hand eten of zelfstandig vliegen. Dus we gaan kijken. Wat kan hij na de eerste week in het opvangcentrum? Lopen zonder om te vallen, uit de hand eten of zelfstandig vliegen. Alinea 3. Die zien we hier. Niet hier naar kijken. Hier. The Osprey is now back at Newark. Mr. Marley said he is currently unable to balance and coordinate his movements very well. U weet waarschijnlijk wel wat balance is, namelijk balans. Dus hij kan nog niet goed balanceren. En his movements, zijn bewegingen, dus dat kan hij niet. Dus lopen zonder om te vallen valt al af. Volgende zin. However, he is showing signs of improvement every day. On first arrival, he had to be fed through a tube, but after a week, he is now able to accept hand feeding and his medication at regular intervals throughout the day. Needless to say, there is a long way to go. Wordt er ergens iets gezegd over vliegen? Nee. Wordt er ergens iets gezegd over eten? Ja, namelijk uit de hand eten. After a week, he is now able to accept hand feeding and his medication. Dus het antwoord is uit de hand eten. Gaan we gauw door naar de laatste leesvraag. Oefenvraag 6. Awkward. Wat wordt duidelijk uit de tekst? Een meisje hoorde Henry onaardige dingen over haar vader zeggen. Een van Henry's vrienden bleek de zoon van een nare leraar te zijn. Henry's vader was een beruchte docent op Henry's eigen school. Henry's vrienden werden boos toen hij gemene dingen over een leraar zei. Dus wat wordt duidelijk uit de tekst? Over een meisje. Henry zei onaardige dingen over haar vader. Een van Henry's vrienden bleek de zoon van een nare leraar te zijn. Of Henry's vader was de beruchte docent. Of Henry's vrienden werden boos omdat hij gemene dingen over een leraar zei. Gaan we lezen. So, one of my teachers was just a misery, just nasty. I was talking with my friend Steve and Scott and a girl I didn't know who was with them. I was talking about this teacher and said, Mr. S is a horrible person and had a rant about him. When I finished, my two friends looked at each other, then at me, and then really nervously started giggling. The girl, it turned out, was his daughter. Of course, she was furious and walked away. Awkward. The girl was his daughter. Dus dan weten we gelijk, het ging over een meisje. En het meisje is de dochter van de docent. En Henry zei onaardige dingen over de docent. Wat is vaders van het meisje? Dus het is het eerste antwoord. Dankjewel, Marcia. Is voorbij gevlogen, hè? Best wel snel. Spreekuur of niet? Razendsnel. Razendsnel. Ik hoop voor de mensen die kijken ook. Maar nog niet voordat jullie denk ik de allerlaatste tips hebben gegeven. Heet, en wat zou jij nog willen meegeven aan iedereen die binnenkort het eindexamen gaat maken? Mijn grootste tip is neem je tijd. Het is echt niet erg als je een tekst niet meteen begrijpt. Of als je niks hebt begrepen van de eerste keer dat je fragment af hebt gespeeld. Het is belangrijk dat je de rust bewaart. En ook de concentratie vasthoudt. Als je een antwoord hebt gekozen, vertrouw ook op jezelf dat dat antwoord ook gewoon kan kloppen. Zodat je niet dezelfde tekst 5 keer opnieuw moet lezen. Nee. En dat is denk ik wel het grootste tip die ik mee kan geven. Of 6 keer dus van ja, nee, ja, nee, ja, nee. Gewoon op inderdaad. Je intuïtie, een beetje op je instinct vertrouwen ook. Ja. Top, dankjewel. En Marcia, je hebt vast ook nog heel veel goeds te vertellen, denk ik. Wat zou jij willen meegeven? Ook natuurlijk, neem je tijd, neem je rust. Ga inderdaad niet terug in je antwoorden veranderen. Maar lees je vraag goed. Wat willen ze weten en beantwoord dat.
Niet iets anders, geen bijzaak, geen deelvraag, maar precies wat willen ze weten en geef daar antwoord op. Ja, dankjewel. En niet andere alinea's lezen als het er niet in zonde staat. Zonde van je dus. Tijd. Zonde van je tijd. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Heel veel succes met dit examen. You got this sowieso. En we zien je snel weer. Doei.